Ik ben Alexander en ik probeer eigenlijk ook een statement mee te geven met mijn optredens als drag queen, omdat ik het wel belangrijk vind om een bijdrage te geven aan de maatschappij. Mijn bijdrage aan de maatschappij is eigenlijk laten zien dat iedereen mag zijn wie dat hij of zij wil zijn. Ook dat niemand moet bepalen wat hij wel kan of niet kan. Omdat als dove drag queen is het voor mij heel belangrijk om te laten zien aan de mensen dat kijk, iedereen is gelijk en iedereen heeft zijn capaciteiten en iedereen vult zijn capaciteiten in naar zijn mogelijkheden. Ik heb het zelfvertrouwen gekregen van, om de stap te verzetten naar een drag queen door andere drag queens bezig te zien en ook te zien van ja kijk, ik had dromen en ik dacht altijd van ik kan ze niet bereiken, maar ik zag dan andere mensen die dan wel hetzelfde doen en ik dacht ja, als zij dat kunnen, waarom zou ik het niet kunnen? Ik ben eigenlijk pas op mijn 18e uit de kast gekomen, dus toen ik in het middelbaar afgestudeerd was, had ik zoiets van oké, ja, nu is de tijd rijp om te zijn wie dat ik wil zijn. Ook door de pesterijen op school, al die dingen die maakt je gevoel dat je hebt van LGBTQ te zijn een beetje onzeker. En eenmaal dat je dan eigenlijk niet meer in het middelbaar bent, kun je eigenlijk een volledige nieuwe start nemen. En die start heb ik eigenlijk ook genomen. Mijn familie was eigenlijk heel steunend in mijn proces. In het begin was het natuurlijk een beetje wennen. En ik zeg ook altijd tegen iedereen, als je uit de kast komt, mocht nooit niet vergeten dat je al veel verder in je proces zit dan je familie. Dus mijn vrienden die ook al uit de kast waren, hebben mij ook de raad gegeven, maar ja, geef die familie de tijd. En ik heb die tijd ook gegeven. En uiteindelijk zijn zij nu de meest steunende familie dat ik kon hebben. Als LGBTQ uit de kast komt en je ouders geven een knuffel en zeggen van kijk, je blijft mijn kind. Ik denk dat dat het enige wat een kind wil horen van zijn ouders, omdat de liefde van de ouders is eigenlijk zo belangrijk. Er wordt serieus gediscrimineerd binnen de LGBTQ gemeenschap. Is het dan niet omdat je een vrouwelijkere homo bent of omdat je een andere type hebt of dat je ja, er wordt echt serieus gediscrimineerd, ook op uiterlijk. En dat doet pijn, omdat je denkt van ja, we willen allemaal aanvaard worden door iedereen. Maar binnenin onze gemeenschap gaan we nog heel hard discrimineren. En dat moet eigenlijk stoppen, want uiteindelijk iedereen is mooi op elke manier dat hij of zij is. Mensen moeten de LGBTQ-gemeenschap meer aanvaarden, meer dan de geaardheid zelf. Er moet meer gelijkheid zijn, ook tussen man en vrouw. Maar ook gewoon tussen autochton of allochton. Confidence en belonging is voor mij eigenlijk een beetje aan elkaar gelinkt. Zeker het vertrouwen. Als drag queen moet je toch heel veel vertrouwen hebben om op een podium te staan, waar je geeft jezelf bloot aan je publiek. Er staan duizenden mensen naar je te kijken en dan geef je echt het innerlijke van jezelf bloot. Maar je krijgt er ook zoveel sterkte van al die vertrouwen dat je krijgt van de mensen. En ja, belonging is ook een heel mooi woord, omdat je behoort tot een groep. En je behoort ook tot een heel mooie groep van mensen. En dat maakt het een heel mooi woord, dat je eigenlijk samen bent. En als je samen bent, denk ik altijd dat je samen sterk staat. Ik vind de LGBTQ+ gemeenschap eigenlijk een heel leuke gemeenschap, gewoon omdat er is een connectie. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar uiteindelijk ben je toch met elkaar verbonden. In de zin van, ja, we hebben allemaal door een proces moeten gaan van zelfaanvaarding, van zelfliefde, van een coming out. Dus we weten allemaal wel hoe dat het voelt op een of andere manier. Ook al zijn er mensen die niet uit de kast zijn.